na te streven, maar gewoon door op een bepaalde manier om te gaan met mensen, met mijn omgeving enzovoort, zet je iets in gang wat zichzelf versterkt. En dan merk ik ook aan, aan die aandacht die dat we krijgen, zorgt ervoor dat we steeds meer spontane sollicitaties krijgen, dat we klanten op een andere manier de weg naar ons vinden, dat we eigenlijk een bepaald soort projecten steeds meer aantrekken. Dus dat is een effect dat zichzelf versterkt, een positief effect dat zichzelf versterkt. Vlaams-Brabant heeft de ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te worden. En daar hebben wij ondernemers voor nodig die mee zorg dragen voor ons klimaat en voor het milieu.